staat, ook de baan nog moet leren kennen. Hier dan tussentijd, Senna 46-7. En dan komt Hill iets wat in de buurt nu. Maar u ziet het klokje, staat toch weer wat lager, 2 kilometer lager. 294 kilometer per uur. Bij die tussentijdse meting. Heet weer dus rond het circuit. De tijden kunnen amper omlaag. Maar Hill probeert het. 1.13.3.7.1. 1.13.8.2.6. En dat betekent dat Hill opschuift nu naar een derde positie. Verbetert zijn tijd. Het gaat ten koste van Schumacher. 1.13.8.2.6. Een derde tijd voor Damon Hill. Je ziet het hier, 10 ronden gereden nu en vindt de aansluiting nu met Alain Prost. Kan het dan toch nog in die allerlaatste ronde? 200ste van een seconde is het verschil tussen de professeur en de leerling. Hill geeft alles. Met Alan Jones recht een stuk op. Genoemd naar de oud-wereldkampioen, de Australiër. Met Jack Brabham Straight, illustere namen natuurlijk hier in Australië. Dat zijn de echte helden. De enige Australiërs die eigenlijk Grand Prix wonnen. En ook de legendarische Kiwi kwam hier een beetje uit de buurt. Meneer Bruce McLaren hemzelf.